Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op deze satellietfoto van 20 over 6 vanochtend is niet echt heel goed te zien dat er wolkenvelden over het land trekken, maar ze zitten er wel en in de eerste uren kan er ook nog wat nevel of mist voorkomen. Nou, de mist en nevel gaan al vrij snel verdwijnen en vanuit het oosten stroomt geleidelijk drogere lucht het land binnen en dat betekent dat de bewolking geleidelijk ook gaat breken. In de loop van de middag wordt het zelfs behoorlijk zonnig en het blijft droog. Het wordt 13 tot 16 graden. Er waait wel een koude wind uit het noordoosten en ook vanavond staat die nog door. Het wordt dan wel op de meeste plaatsen helder en zo halverwege de avond is het afgekoeld tot een graad of 9. Morgen vroeg begint de dag koud met aan de grond een graadje vorst. Daarna loopt de temperatuur weer op naar zo'n 10 tot 12 graden, maar dat is toch wel aan de koude kant voor de tijd van het jaar. Verder schijnt de zon volop, het blijft droog, maar er waait wel een koude schrale oostenwind. Maandag, dinsdag en woensdag blijft het rustig najaarsfeer weer met geregeld zon. En droog weer, de middagtemperatuur ligt rond een graad of 10. En vooral in de nacht na maandag en de nacht na dinsdag zou het licht kunnen gaan vriezen. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl